Diaspora Instituut in Nederland denkt dat de relatie stimuleert tussen in Nederland en Suriname gevestigde bedrijven, organisaties, instituten en personen, is opnieuw geïnstalleerd door president Santokki. Het DIN moet zorgen voor de verbinding tussen Nederland en Suriname. Het achterliggende doel van het instituut is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. De herinstallatie van het instituut vond zaterdag plaats tijdens een Zoom-meeting met leden van diaspora-organisaties uit Nederland, Amerika, Dubai en Zwitserland. Tijdens de bijeenkomst is John Brilster aangesteld als voorzitter van het DIN. Alle 24 aspirant arbeidsinspecteurs die hebben deelgenomen aan de 9 maanden durende opleiding tot junior arbeidsinspecteur hebben deze opleiding met succes afgerond. Afgelopen vrijdag mochten zij op feestelijke wijze hun diploma in ontvangst nemen. Hiermee is het jarenlange afgeslankte korps van arbeidsinspecteurs weer enigszins op peil gekomen, hoewel nog niet op de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving.